Het is een heftige week geweest voor de familie Nikolic. En dat terwijl de week helemaal niet zo slecht begon. Het leger des Heils vond nieuw onderdak voor de familie in Maarsbergen. Niet iedereen bleek gelukkig met die keus. Ja, het is afschuwelijk. Daar zijn geen andere woorden voor. Dit gun je niemand. En ik kan dat niet anders onder woorden brengen. Het was voor de mensen een goede mogelijkheid om in ieder geval de komende maanden, want het betrof een tijdelijke opvang voor maximaal 3 maanden, om de komende wintermaanden goed en onderdak door te komen. En dat is spijtig dat dat niet gelukt is. De familie durft de verhuizing naar Maarsbergen niet meer aan en wacht nu in de meerende stappen van de gemeente Utrecht af. Maar gisteravond kreeg het gezin dus bezoek. Ja, die meneer die kwam hier met de scooter. Die zag mijn kinderen staan en mijn vrouw. En die begon in één keer te zeggen, ik schiet jou dood met een pistool. De familie linkt de bedreigingen direct aan de eerdere ontwikkelingen van deze week. De politie denkt daar heel anders over. Dit is toch wel een incident wat overal los van staat. Het is gewoon een meneer die komt op zijn bromfietsje langs. Die ergert zich waarschijnlijk aan een auto die daar stond. Ik moet er ook bij zeggen dat die meneer onder invloed was van alcohol. En die maakte dan een opmerking richting de familie. Ja, dat valt dus niet goed. Komende week wordt opnieuw roerig voor de familie. Vrijdag buigt de rechter zich over de geplande uithuiszetting. En zo zal langzaam duidelijk worden hoe de toekomst van de familie eruit gaat zien.